De uitspattingen van afgelopen vrijdag tijdens de vreedzame protestactie zijn niet alleen te wijten aan het beleid van de regering. Dit haalde socioloog Kirti Algu aan in een interview met onze nieuwsdienst. Ze vindt dat de aanleiding op diverse vlakken gezocht moet worden. Zo zegt ze dat het gebeuren ook geplaatst moet worden in een economische achtergrond. Daarbij bespreekt ze dat terwijl een groep van mensen die kapitaal bezit verder groeit en de groep die geen geld heeft steeds armer wordt. Ik erger me heel erg aan de overheid die op de een of andere manier maar niet erin slaagt om het geld te halen bij goud en de goudsector. Het is al een paar keer geroepen. En we zien dus dat de overheid er maar niet in slaagt om dat probleem aan te pakken. Je gaat het moeten doen, je heilige huisjes moet trappen. Wil je maar een kans geven om uit deze te raken. Maar goed, dat is het economische verhaal. Een tweede factor moet volgens Algo in de politieke richting gezocht worden. Daarbij omschrijft ze dat het empathische vermogen van de beleidsmakers niet in lijn staat met de behoeften van de burger. Ze wijst erop dat hoe goed de maatregelen ook bedoeld zijn die de regering treft, er voornamelijk gelet moet worden op hoe ze het overbrengt naar de gemeenschap. Verder moet er volgens de socioloog ook rekening gehouden worden met de COVID-19-crisis en social media. We hebben tijdens COVID een hele grote achteruitgang, een hele grote setback gekregen. En we struggelen nog steeds met de naweeën. Eén daarvan is het onderwijs. De minister van Onderwijs, Marie Leevens, heeft een paar keren geroepen dat er duizenden drop-outs zijn. Ik heb een sportachtergrond. Ik zie dat ook in de sportclub. We hebben een hele groep van Surinamers op sociale media. En zoals ik aan het begin zei, ik vind sociale media een steeds gevaarlijker instrument worden in de hele democratiebeleving. Sociale media kent een aantal technische elementen waardoor wat je ziet op je newsfeed wordt bepaald door hoe jij een aantal pagina's klikt. En dat hoeft niet altijd evenwichtig te zijn. Algo zegt dat het beïnvloeden van een samenleving niet kan door militaire macht of munitie. Volgens haar kan het beïnvloeden van een samenleving op gang komen wanneer beleidsmakers weten hoe in te spelen op het verstand van de mensen. Dat betekent dat beleidsmakers het denken van de mensen moeten gaan begrijpen en weten dat social media gebruikt worden door bepaalde groepen om het denken van Surinamers te beïnvloeden.